نحب الحياة وبنحب نعيش. Hij voelt zich heel verantwoordelijk. En dat geeft hem een impuls om door te vechten. Na 20 maanden blokkade snakken we naar bevrijding. Ik maak me heel veel zorgen of hij het nog redt. Het is een broer van 75 jaar. Hij heeft die keuze gemaakt. We hebben ook te respecteren.